voorzitter van het Jaar van de Ruimte. Hij is ook gedeputeerde van Noord-Brabant. En directeur-generaal Ruimte en Water en bestuurslid van het Jaar van de Ruimte. Mag ik hier naar voren een groot applaus. Yves de Boer en Peter Heij. Hoe gaat het tot nu toe met het Jaar van de Ruimte? Als voorzitter moet je dan al zeggen goed, maar het gaat ook echt goed. Er is een hoge dynamiek. Er zijn veel mensen, ook weer vandaag deze misschien wat te kleine zaal met heel veel mensen. Die allemaal toch weer die interesse hebben. Mevrouw zei treffend, is er nog een toekomst voor Groningen? Maar je zou kunnen zeggen, is er nog een toekomst voor Nederland? En dan denk ik dat we Groningers kennen. Tenminste, één ken ik heel goed. Mijn collega gedeputeerde, die hier ook aanwezig is, de heer Moorlag. Die zich ook altijd kenmerkt door het gedrag, het glas is half vol in plaats van half leeg. En dat geeft in ieder geval de dynamiek van de Groningers, maar ook van Nederlanders aan, om iets met die ruimte te willen doen. En elke bijeenkomst opnieuw, in heel klein of in grotere gezelschappen, iedere keer opnieuw merk je dat de Nederlanders willen iets, willen vooruit. Die mouwen opstropen, die mentaliteit zit er nog steeds in. Dus dat gevoel, Peter Heij, wat sinds de aftrap, merk je dat er echt een gevoel is van nu die ruimtelijke ordening, we gaan het nu inrichten voor 2040, we maken echt plannen? Ja, die indruk hebben we wel. Zeg maar in dit gebied, als het over energie gaat, het wordt maar laten vallen, dan is wel duidelijk dat dat behoorlijk vibreert. Hetzelfde geldt voor de wateropgave, hè, die natuurlijk ook veel ruimte inneemt en ook allerlei vragen met zich meebrengt. Dus ik denk dat de omstandigheden nu er wel toe leiden dat we met elkaar, en dat vind ik het mooie van het Jaar van de Ruimte, met elkaar kijken van wat zijn die opgaven nou precies en hoe gaan we daarmee om? En dan niet achter de tekentafel, maar met elkaar. En ik ben ook erg blij dat ik, dat is nooit een loppersom geweest, dat ik hier ben. En dat er zoveel mensen hier naartoe komen om met elkaar daarover in gesprek te zijn. En ook in dit gebied te kijken hoe die toekomst er ruimtelijk uit zou kunnen zien. Dus ik kom hier vooral om te luisteren. Dat is ook het idee van het Jaar van de Ruimte. Om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Vakgenoten, maar ook burgers en buitenlui. Om te kijken van wat staat ons te doen. We zijn nu 3 maanden onderweg ongeveer. Kan je al hoogtepunten noemen of punten waarvan je meteen zegt, ja, dit is heel belangrijk dat het al gezegd is? Want er zijn al wat bijeenkomsten geweest. Nou, jij noemde zelf al de bijeenkomst in de beurs van Berlage op 15 januari. Echt een hoogtepunt waar heel veel ministers, oud-ministers aanwezig waren. Je zei het al, om aan te geven dat ook zij het belangrijk vinden. En dat zoveel mensen zijn hier en daar geeft aan dat die samenleving aan het kantelen is. De samenleving is anders aan het nadenken, reageert anders met elkaar en op elkaar. En in zo'n tijdsgevricht denk ik ook dat het goed is om misschien na te denken over dat proces. Een ander hoogtepunt voor mij was dat in Brabant. Daar hebben we een heel groot tapijt hebben we laten weven in het kader. Mozaïek Brabant. Mozaïek Brabant, ja. Mozaïek tapijt. Brabant kenmerkt door 66 gemeenten in dat groene landschap. En dat inspireert een aantal mensen om te zeggen dat is eigenlijk een mozaïek metropool. En laten we dan in ieder geval maar zien hoe dat we dat, zoals een Belgisch bureau dat erbij betrokken was, die zei van eigenlijk is het een tapijtmetropool. En met pilootproject, u kent de Belgen, prachtig taalgebruik. En die zeiden op een gegeven moment, laten we dan ook maar eens een keer in Tilburg, industriestad, maar ook zeker in een stad waar heel veel textiel werd geproduceerd in het verleden. En daar zat een heel groot textiellaboratorium en textielmuseum. En die hebben voor ons een tapijt geweven van 13 meter lang en 3 meter hoog. Voorstellend Brabant, met een aantal opgaven die erin zitten, waar we de komende jaren mee druk bezig zijn. Dus het tapijt is wat mij betreft daar een prachtige opbrengst aan de ene kant. Een nieuwe dynamiek die is ontstaan in de discussie in onze provincie. En die merk ik ook via het Jaar van de Ruimte. En dat zijn van die hoogtepunten die we koesteren. En ik zie heel erg uit naar de bijeenkomst die we zullen hebben met studenten, leerlingen van middelbare scholen, die we uitgenodigd hebben, teken nou eens een keer de nieuwe Atlas van Nederland. En het KNAG, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, die organiseert dat. Mogen een paar mensen mogen gaan jureren. En daar zie ik ook echt naar uit om te zien dat, net werd babyboomer genoemd, maar in wezen is natuurlijk de jeugd de toekomst van Nederland. Zij zullen, als wij in huizenavondrood zitten, zullen zij Nederland besturen, maken en verder gaan bewonen. En dan is wel heel erg interessant om te zien wat zij van Nederland denken te kunnen gaan maken. Peter, waarom zou je moeten meedoen aan het Jaar van de Ruimte? Want heel veel partijen zijn benaderd en doen ook mee. Nou, het leuke is dat het niet moet, maar dat het gebeurt. Ja, want ik vond het heel opmerkelijk te zien dat, ja, als je begint en Hans Leeflang staat daar, die is eigenlijk de initiator daarvan. Dan denk je, goh, we gaan terugblikken op de Finex. Maar je ziet gewoon Hans Leeflang. Ja, Hans Leeflang.
Dus je ziet eigenlijk dat het verandert naar de toekomst toe. En ik had nooit gedacht dat er zoveel mensen zouden komen. Ook hier, denk ik, ja, Loppersum. Nou ja, ze staan zelfs. Dat is een beetje vervelend voor de mensen die net laatst binnengekomen zijn. Er zijn hier nog wat plaatsen en daar. Maar dat vind ik eigenlijk het mooiste. Dat eigenlijk vanzelf gaat. Dat mensen gewoon mee willen doen. Omdat het er ergens over gaat. Maar ruimtelijke ordening heeft niet meer zo'n sexy uitstraling. Had het dan een sexy uitstraling? Nou ja, wij zijn natuurlijk wel goed in Nederland in planologie. Als je kijkt wat wij allemaal tot stand gebracht in Nederland. Als je aan komt vliegen op Schiphol, dan zie je, dit is gepland. Dit is niet vanzelf ontstaan. En dat noem jij sexy? Nou nee, maar dat is onderdeel van... het heeft wel vrucht gedragen, laat ik het zo zeggen. Het is wel opwindend, ja. Ja, het is opwindend en het draagt vrucht. Nou, dan mogen we het zelf verder bedenken. En dat zou ik ook een mooi motto vinden, hè? Dat het vrucht draagt dit jaar. En het aardige is dat de minister inmiddels kenbaar heeft gemaakt dat zij dus ook echt gaat voor de nieuwe omgevingsvisie. Dat klinkt bureaucratisch. Maar goed, we hebben een traditie van een aantal nota's gehad en dat werkt nu niet meer. Maar in het verlengde van de omgevingswet, waar we proberen eigenlijk dat alle wetten op het terrein van ruimte in elkaar te zetten en ook ruimte te geven aan overheden en maatschappelijke krachten om dat te voorzien van een visie, waar willen we met dit land naartoe. Dat doen provincies op hun niveau natuurlijk ook al. Nou, op rijksniveau gaan we dat ook doen. En daar is dit natuurlijk geweldige voedingsbodem voor. Want dit is wel de manier om... eigenlijk door alle partijen bij elkaar te brengen, ook de politiek enigszins in beweging te brengen, of niet? Of dat... Ja, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat het alleen maar gezellig met elkaar in gesprek, maar het moet ook ergens toe leiden. En er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden. En we hoeven hier maar rond te kijken en de verhalen in dit gebied te horen, om te beseffen dat er keuzes gemaakt moeten worden. En dat zijn geen eenvoudige keuzes. Yves, want we zijn niet voor niks meteen hier naar het noorden gegaan. Hè? Was dat duidelijk van, dit is wat... Het gaat om de visie naar 2040, maar dit is nu heel urgent. Wat kan het jaar van de ruimte nu doen met deze urgente kwestie? Nou, we hebben een aantal thema's benoemd die urgent zijn, opgaves die we hebben benoemd. En een daarvan is energie. En als je dan energie noemt, dan praat je ook over energiewinning en alternatieve vormen van energie. Dat is in dit gebied nadrukkelijk aan orde geweest, want het is wel eens een keer wat in journalistieke stijl een windgewest van Nederland genoemd. En dat is ook, er is heel veel geld is hier uit de grond gepompt, dat er veel Nederland van kunnen profiteren. En de vraag is nu, naast andere thema, hoe ga je om met stad en platteland? En dat is ook een thema wat in deze provincie nadrukkelijk speelt. En als je dan het glas half vol wil maken, zeg je van kijk, dit is nu Groningen overkomen, dit is Nederland overkomen. Ik vind het een nationaal probleem, een nationale opgave die er... Iedereen voelt dat nu ook wel. Gelukkig wel. En als je dan zegt dat als dat de opgave is en weet dat er ook nog een uitdaging op meerdere plekken overigens Nederland, die relatie stad en platteland, die leefbaarheid. Nou, dat zijn denk ik twee thema's. Dat zou misschien interessant zijn om die met elkaar vandaag te verbinden. En het aardige is, je noemde het al, Hans Leeflang en ikzelf hebben al een keer met de politiek gesproken. Een aantal keren met politieke vertegenwoordigers uit de Tweede Kamer gesproken. En dan zie je dat ook daar langzamerhand het besef gaat ontstaan, de wil gaat ontstaan om vanuit het instrumentele, het wetgevende, meer na te denken over ruimtelijke ordening en dan liever gezegd ruimtelijke ontwikkeling. En daar heb ik nog altijd een derde bij en dat zie je nu langzaam wat in de samenleving komen, ruimtelijke activering. Want het is precies hetgene wat ik daar zet zei, die kanteling in de samenleving. De samenleving wil veel nadrukkelijker betrokken zijn met hun directe omgeving en daar ook meer over te zeggen hebben dan alleen maar inspraak en meespraak. Men wil ook een uitspraak kunnen doen. En als die samenleving ook die ruimte op die manier kan activeren, dan denk ik dat we hier in Groningen een prachtig voorbeeld hebben van een uitermate actieve provincie, waar de samenleving echt als het ware elke dag opstaat met de gedachte, ik wil iets doen, althans zo lees ik het in de kranten, zo hoor ik dat ook van de verhalen van William Moorlach terug. Nou, dan denk ik dat we hier een heel mooi platform hebben om daarover na te denken. En allerlei ideeën die hier vandaag kunnen opgehaald worden, kun je in wezen misschien wel voor heel Nederland op die manier projecteren. Daar kunnen leren. Hoe moet je dat in andere provincies dan doen? Wat hier aan kennis wordt opgehaald. Nou, daar hoop ik op rond een uur of vier dat mee te kunnen nemen. Dat zijn je verwachtingen. Dat is mijn verwachting. Dat was volgens mij jouw volgende vraag. Hij kan in mijn hoofd kijken. Peter, jouw verwachtingen voor vandaag?
Nou, dat sluit daar natuurlijk bij aan. We zijn beide goed voorbereid. Nee, ik denk inderdaad, de opgaves zijn geformuleerd. En ik ben benieuwd wat we in dit gezelschap zeg maar, daarvoor weer gaan geven. Wat voor inzichten en ook opgaves en dilemma's zich voordoen. Om zeg maar, dat het voeding te laten zijn voor een volgende stap. Want we gaan het hele land door. Hè? Dus dit is de eerste van 4 bijeenkomsten. En er zijn nog veel meer bijeenkomsten in dit jaar. En de bedoeling was om daar een agenda van te maken. Waar ook de politiek uiteindelijk keuzes in kan maken, gaat maken. Dankjewel. Peter Heij, Yves de Boer.